Vandaag hebben Dries en Dave Roelvink een belangrijke zakelijke afspraak. Over hun toekomst. Ze zijn in aantocht. Ja, kom binnen, kom verder. Hey. Goedemorgen. Hey, Dave. Marco, hallo. Hey, Dries, hoe is het? Kom verder, ga ik hier zitten. Wil je wat drinken misschien? Of, Ik ben wel oké. Wij elkaar nog helemaal niet ontmoeten, Dave. Nee, gek nee. Eigenlijk. We zijn natuurlijk binnen Talpak, ga je dat hele verhaal besparen waarom we doen zijn. We zijn heel veel bordjes in de lucht aan het houden. Hè. Wat wordt het nieuwe SBS, hoe gaan we dat aanpakken? Nou, een van de dingen die we zien, dat komt eigenlijk een beetje uit Engeland. Een soort nieuwe trend die je daar ziet, dat noemen we een beetje een soort reverse reality. En allemaal formats waarbij mensen eigenlijk iets anders gaan doen dan ze normaal gaan doen. Een van de dingen is allemaal een beetje out of the box hoor, dus zeg gewoon eerlijk wat je ervan vindt. Maar een van de dingen of die we... kunnen verdienen? Ja, nee. Geld hebben we het ook nog over. Dat komt goed. Nee, dat is niet onbelangrijk, maar dat komt goed. Een van de formats waar we over aan denken, dat heet, in Engeland heeft dat de titel Dirt. En het gaat erom, eigenlijk willen wij jullie, met z'n tweetjes, een half jaar, let wel, dat is een pittig ding waar ik het over heb, undercover, naar allerlei plekken sturen waar het allemaal super smerig is. Waar echt van slachterijen, vuilnisbelten, overal waar de vieze grijpen bij wijze van spreken van de muren kleeft. Maar undercover, om te kijken hoe ziet die wereld eruit. Hè? Dus het is gelijk daar een beetje de lol van hoe gaan jullie je daarin redden. Maar ook een beetje die wereld laten zien waar jullie als een soort beetje de mooi boys totaal niet bekend zijn. Ja, het is wel... ik zie jou een beetje kijken, Dries. Ik zie jou al staan. Maar jij bent ook weer niet, hè? Qua leeftijd moet je ook een beetje gedenken. Als natuurlijk, ik zit eraan te denken om iets te gaan bouwen met elkaar. Weet je, voor de komende 2 jaar, wat is het? Maar dan... Kijk, ja, nogmaals, een beetje ongemakkelijk om dit te zeggen, maar Dave is natuurlijk nog een jonge gozer. Ja. Maar jij bent natuurlijk nu een beetje richting het einde van je carrière. Dus moeten we kijken hoe we dat ook wel even goed met een beetje een knal afsluiten natuurlijk. Mm-hmm. Daar zit wel wat in. Ik ga nou nog een ja of nee zeggen. Die show gaat ook niet door dit jaar. Is toch wel een leuk aanbod? Ja. Ja. We zitten toch een beetje op de retour. Ja. En een mooie afscheid op de vuilnisbelt, of niet? Kijk, ik overval je ook een beetje mee, dat snap ik wel. Maar goed, ik zal nog wel een ander idee, want anders dan blijven we hierbij. Ja. Maar dat is ook niet nodig. Maar goed, dat is ook wel een pittige, maar misschien iets meer in jullie straatje. Dat heet van bodybuilder tot nobody. Het is de bedoeling dat je eigenlijk in vrij korte tijd, althans zo snel mogelijk, maar dan ben je ook wel, heb je het over maanden, eigenlijk van een beetje de lichamen zoals jullie hebben, juist... dik probeert te worden, alles laten gaan. Ik heb nog wel die fotootjes. Je hebt wel meer BN'ers ook die het gaan doen. We gaan niet alleen met jullie kijken. Dit zijn allemaal foto's uit de stokken. Ze hebben één fotootje gemaakt volgens mij bij jullie achteraan. Kijk. Ja, het is heftig, hè? Maar kijk, dit soort... Wow. Maar moeten we echt die kant op? Deze grote? Dat is wel. Kijk, jullie zijn natuurlijk niet zo groot. Maar het is wel een wedstrijd. Dus ze hebben nog zo'n soort plaatje aan. Dat je die dikste wordt. Eigenlijk wel, ja. Dat is toch lachen. Kijk, ze hebben zo'n... Hier, kijk, die hebben ze van... Ja, wat een suf dingetje. Maar... Vind je dat leuk? Moet ik hier al tekenen of zo? De psyche. Ik vind het alle twee heel leuk. Ik zeg op alle twee zo ja, maar het ligt meer bij. Ik zeg dus tegen allebei nee. Hoe oud ben jij nu? 61. Maar als het nou aan jou ligt, wat zou je leuk vinden? Heb jij ideeën ook, wat dat betreft? Er kwam een idee laatst vanaf Evert Zwantevoets. Is dat bij jou terechtgekomen? Roelvink Tours. Kijk, als ik dat dan lees, dan denk ik van ja, daar gaan we weer een beetje gemaakt. Weet je, dan gaan we met de familie die in een bus gaat en zit te bellen. Maar. Nee, sorry, Frank die stuurt me een bericht. Maar dit format, dit soort formats had ik hier niet verwacht. Ik ben gechoqueerd. Ik zit helemaal in een gedachte van, dit meen je toch niet? Je kan ook zeggen, jongen, ik stop ermee en het houdt hier op. Ik bedoel, dat zou ook. Hey, we gaan even door. Ja. Maar dan moeten we wel, ja. Extreem door te gaan. Ja, maar wat dan? Wat gaan we dan doen? Ja, gaan we in een bus rijden en een beetje door Nederland rijden? Ja. Leuk wel. Ja, dat hebben we allemaal wel gezien, jongen. We moeten een volgende stap maken, weet je. Dave als buschauffeur. Ik knoop wat gesprekken aan met die mensen. Hey. Je hebt een leuke dag. Hey, ontstaat humor in de bus. Ik zie hem als je kop. Die is helemaal verslagen. Als dit echt was geweest, dan waren we apart naar huis gegaan. Kijk opent je ogen. Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.